En goedemiddag, dit is mijn proefopstelling en ik hoop hiermee weer aan het werk te kunnen met alle tatoeëerders met ons. De nood is hoog bij vele ondernemers en de klok tikt. Er wordt weinig of er wordt zelfs niks verdiend. Goedenavond. Dinsdag worden de nieuwe maatregelen bekendgemaakt en het is voor veel ondernemers van groot belang dat ze weer gewoon aan de slag kunnen. Je ziet het een soort van 95% verdampen eigenlijk. Wij leveren aan horeca. New York bijvoorbeeld, alles is dicht of ligt plat. Festivals, alles wat we doen is eigenlijk gesloten of dicht. We hebben niks te doen. Doodse stilte. Dat geldt voor alle tatoeëerders. Ja, wel eens een belletje van wil je niet tatoeëren, maar dat doen we niet. We doen het pas als het mag. De tattoegrot in Rotterdam-Zuid draaide tot voor kort als een tierlier. En opstroopwafel uit Heinde-Noord was met bijzondere smaken en eigen recepten ronduit een hit. Karin en haar partner Paul moeten hun leven nu al omgooien om het te gaan redden. Wij moeten gewoon allebei bij gaan werken, nu al, om te kijken van, we moeten dadelijk toch overleven. We voelden echt wel erbij hangen. Een bijbaan niet? Bijbanen, ik maak kantoren schoon 's avonds. Hoe lang kun je dit nog volhouden, zoals het nu is? Nou ja, kijk, met de tegemoetkoming, als dat doorgaat, dan zou het misschien nog hooguit 2-3 maanden. Dan houdt het wel op. We hebben de stroopwafelpost in de wereld geholpen. We dachten van, ja, mensen moeten toch... Dan maar per post elkaar blij maken ook, want je kan elkaar natuurlijk niet zien. Dus we hebben hele leuke postenpakketjes bedacht. Dinsdag worden de nieuwe maatregelen aangekondigd, hè? Ja. Kijk je er met spanning naar uit? Ja. Ja, maar wel in mijn achterhoofd hebbende dat het toch niet 28 april gaat gebeuren. We zijn allebei best wel knokkers en ik heb zoiets van, zijn hier boeren zat? Ik ga gewoon op het land werken, maakt me niet uit. Ik ga gewoon, kijk, werken kan ik, we zijn allebei gezond. En dan hopen dat het op deze manier... Ja, lukt en we weer mee kunnen draaien in de economie. Want dit is maar niks.